Lijkt wel of onze regeringen maar geen genoeg kunnen krijgen van missies in Afghanistan. Uruzgan, Kunduz en nu weer Mazar-e-Sharif. Die eerste twee missies die hebben ons land en onze belastingbetaler miljarden euro's gekost. De missie waar het nu om gaat, die is goedkoper, maar toch wel weer 15 miljoen euro, voorzitter. En laten we ook niet vergeten dat Nederland daarnaast ook nog 75 miljoen euro aan ontwikkelingshulp wil uitgeven voor Afghanistan. Heeft Nederland iets aan deze missie? Het antwoord is nee. Wordt de situatie in Afghanistan er beter door? Het antwoord is, dat lijkt heel onwaarschijnlijk. De regering hield ons nog voor, recent, dat de Taliban oprukt op het platteland, maar dat de centrale overheid het voor het zeggen heeft in de steden. Maar de afgelopen twee dagen bleek, voorzitter, dat de Taliban ook oprukt in Kabul met bomaanslagen door zelfmoordenaars in de zogenaamde Green Village, een wijk waarvan men tot voor kort nog dacht dat het een van de veiligste wijken van Kabul was. Niet dus. En de Taliban heeft daarmee een visitekaartje afgegeven dat tegelijk ook aangeeft dat ze echt niet gaan wegblijven uit de steden. En vandaag is er een persconferentie geweest van een woordvoerder van het National Directorate of Security van Afghanistan. En die vertelde, wie het maar horen wil, dat in de steden de aanvallen de afgelopen jaar met 70% zijn toegenomen. En de mensen in Kabul voelen zich op dit moment gewoon super onveilig. Ze weten 's morgens als ze naar hun werk gaan niet of ze 's avonds nog wel veilig thuiskomen. In het parlement wordt erover gesproken dat men een groot vacuüm in de veiligheidsdiensten ontwaart. Voorzitter, wat er gaat gebeuren als de 11.000 westerse troepen binnenkort verdwijnen uit Afghanistan, dat is hoogst ongewis. Niemand, maar dan ook niemand, durft een voorspelling af te geven dat de Afghaanse veiligheidstroepen dan de Taliban kunnen bedwingen en het land veilig kunnen maken. Het voortgangsrapport van het Pentagon uit april jongstleden zei zelfs dat het Afghaanse leger zich in het veld niet langer dan een paar dagen staande kan houden. En ik zal er dan ook niet van opkijken, voorzitter, als die Afghaanse troepen binnen de kortste keren onder de voeten worden gelopen. Het moderne materieel dat het Westen hen cadeau heeft gedaan, valt dan in handen van de Taliban-terroristen. Gaat de training van de Afghaanse stafofficieren die Nederland nu wil verzorgen daar verandering in brengen? Dat lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Die Afghaanse troepen zijn voor een niet gering deel hoogst onbetrouwbaar. Dat is in ieder geval de ervaring van de Amerikaanse groene baretten die de afgelopen zomer met hen moesten samenwerken. En bovendien bestaat dat Afghaanse leger alleen maar bij de gratie van het feit dat het Westen dat vrijwel volledig financiert, voor zover dat geld tenminste, voorzitter, niet door corruptie verdwijnt. Een lot dat ook een flink deel van onze ontwikkelingshulpgelden wel ten deel zal vallen. Kan Afghanistan dat leger zelf betalen? Lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, voorzitter. En die corruptie waar ik net over sprak, dat is een megaprobleem in Afghanistan. Sterker nog, corruptie samen met drugscriminaliteit is het probleem dat iedere opbouw van een fatsoenlijke samenleving in Afghanistan verhindert. In de 13 jaar westerse aanwezigheid in Afghanistan is daar weinig tot niets aan gedaan. Onder de ogen van onze militairen bloeiden en bloeien de papavervelden als nooit tevoren. En de Taliban maakt daar dankbaar gebruik van. Het mogen duidelijk zijn, voorzitter, dat de PVV onder deze omstandigheden deze missie die de regering nu weer wil in Afghanistan niet kan steunen. Laten we die in totaal 90 miljoen euro maar liever besteden aan lastenverlichting in ons land en voor de ouderen en zorgbehoevenden. Inmiddels is het wel duidelijk dat er voldoende steun is in het parlement om die missie wel door te laten gaan. Dat zie ik natuurlijk ook. En daarom sluit ik af met het wensen van succes, sterkte en een behouden terugkeer aan onze mensen die daar nu helaas toch weer naartoe worden gezonden. Dank u zeer, voorzitter.